In de tweede helft van deze regeertermijn ziet president Chandrika Prasad Santokhi graag dat de samenleving wordt betrokken bij het bedenken van oplossingen. In dit kader heeft hij in het afgelopen weekend een team van 10 jongeren in Ikeri samengesteld die moeten bijdragen aan het oplossen van problemen waarmee jongeren kampen in dat gebied. De Nigeriaanse jeugd moet zelf bijdragen aan het oplossen van de problemen. Dit gebeurde tijdens een get-together met VHP-jongeren. De president meent dat in de tweede helft zaken anders zullen verlopen, aangezien het land in de afgelopen 3 jaar moeilijke tijden heeft gekend. Arbeid is makkelijk. Het was zwaar. Het was heel zwaar. Om een land te leiden zonder geld, want we waren bankroet. We zijn vergeten dat we bankroet waren? Ja, we waren bankroet. Er was geen geld om salaris te betalen. En vandaag, na 3 jaar, kunnen we zeggen dat we onze financiële crisis opgelost hebben. Onze financieel-economische crisis op macroniveau opgelost hebben. De president wil ook meer maatregelen treffen zodat de samenleving het wat beter kan hebben. Het staatshoofd is bereid te praten over de sociale uitkeringen. Echter moet de controle van de staat opgevoerd worden op bepaalde sectoren en moeten bepaalde diensten goed doorgelicht worden. Ik ben bereid daarover te praten en jullie meer te geven. Maar alles wat ik meer geef, moet ik van ergens halen. Dus ik heb de minister van Financiën gisteren gevraagd, die belastingdienst en die douanedienst daar, waar we zoveel geld verliezen, die moeten gereorganiseerd worden. Die gelden moeten binnenkomen, zodat ik mijn samenleving kan helpen. En het gaat gebeuren. Mijn mensen, na 3 jaar tijd zien we nu eindelijk de investeerders komen naar Suriname. En ze investeren. In Nigeria zien we eindelijk ook particulieren die begonnen zijn met investeringen. Volgens de president wordt nu meer geïnvesteerd omdat het vertrouwen in het land is teruggekeerd.